allemaal, vandaag ga ik een attesteringkaart maken met stempels die ik heb gekregen in mijn design teambox van Durf te Stempelen. Het is een setje van 3. Eens even kijken of ik die erbij kan pakken. Oké, ik denk dat het een setje van 5 is, want deze illustraties lijken wel heel erg op elkaar. Dit is een, zoals je ziet, de rendier. Dit is denk ik een beertje. De kerstman en dit is een elfje, een kerstelfje. De kerstklok. Omdat het nu geen kerst meer is, wil ik alleen deze twee gebruiken. En voor het hoedje ga ik even kijken of ik andere kleuren kan gebruiken om in te kleuren. En dit wil ik als achtergrondstempel gebruiken, maar gewoon als een belletje. En kijk daarna wel wat er, hoe het verder verloopt. Ik zat te kijken, deze twee kleuren, Distress Oxide heb ik, of Oxide, heb ik een... onlangs gekocht en ik heb ze eigenlijk nog niet gebruikt. Wel een beetje mee getest, maar niet echt gebruikt in iets. Dus dat wilde ik ook gaan doen. En kijken we hoe het verder loopt. Ik gebruik graag Memento Tuxedo Black voor de achtergrondstempels. Want ik kan het dan kleuren met water of met inkt. Omdat deze watervast is. Ik zit even te denken om misschien schuin te plakken, te stempelen. Een beetje hier. En zo, even kijken hoor. Denk ik dat ik deze hier wil. Ja. Het makkelijkste is eigenlijk om een heel vel te stempelen en dan op maat te snijden. Maar ik heb dus een heel bak met voorgesneden kaartjes. Zodat als ik een keertje zin heb om iets te maken, dat ik dan gewoon dat bakje kan pakken en iets eruit kan nemen wat ik nodig heb. Nu is hij best wel leeg. Dus ik heb een stempelset. Kijk, deze van Studio Light. Van Art by Marlene, de Essentials serie en de Klinkstems. En ik denk dat ik dan dit of zo ertussen... Nee, wacht. Misschien gewoon een simpele, deze tussen stempel. Voor de afwisseling. Oh ja, ik wil dus dit elfje, dat kerstelfje, wil ik minder laten lijken op een kerstelfje. Dus ik weet wat ik ga doen. Ik zie dat dit randje van de kerstmuts lijkt op een kroontje. Dus ik knip er dan eigenlijk dat mutsje al gewoon af en dan laat ik het kroontje staan. Want terwijl ik zocht naar dit stukje, zo'n stukje restpapier, vond ik een stempelset met vleugels. Dat is deze set en van All in Create. En dus een van deze vleugels ga ik gebruiken om hierachter te plakken. Ik heb hier de vleugels gestempeld op een soort van vellumpapier en met embossing. Inkt en embossing powder, zwarte embossing powder, warm gemaakt en dan krijg je dit soort vleugeltjes. En die wil ik hier achter plakken. Ze zijn alleen wel erg groot, hè? Even kijken welke beter past. Dit misschien. We zijn wel het leukst. Ik ga nog een vleugel stempelen. Kijken welke mooier staat. Ik heb iets kleinere vleugels uitgeknipt. Maar dit ziet er ook niet uit. Ik denk dat dit toch wel het mooiste is, hè? Ja, ik hou het gewoon op deze. Nou, ik ga het nog iets netter uitknippen dit. En dan plak ik het hierop. De achtergrond ga ik nu kleuren met de Distress Oxide. Ziede. En dat doe ik eigenlijk altijd zo. Want ik ben niet heel van het inkleuren. Oh, kijk nou. Ik heb in 2019 gekocht deze. Oké. Ik dacht onlangs. Nou ja, moet je nagaan hoe lang ik hem al in de kast heb gehaald.
En deze? Oh, deze is wel 2021. Nou goed, ik begin eerst met de donkere kleur. Waar is mijn waterfles? Hier. Spreek een beetje water op. En dan keer ik hem eigenlijk gewoon zo om. Druk ik een beetje op. En dan hoop ik dat de kleur gepakt heeft. Oh, ik heb hem nog niet goed gedroogd, de achtergrond. Nou, weet je, eigenlijk vind ik het niet eens zo erg. Weet je, het is voor mij... Ja, ik vind het natuurlijk mooier als het wel pakt. Maar aan de andere kant denk ik ook... Het is maar... Het is eigenlijk gewoon ja, een mini kunstkaartje. En het hoeft allemaal niet zo precies. En dat mag ik sowieso wel een beetje loslaten. Dus ik ga het nu wel drogen met een heat tool. En dit neem ik even op met een ander papiertje. Want ik vind het zonde om dit dan weg, zo weg te gooien. Dus dat ga ik... buiten beelden. Nou, dit is dus opgenomen inkt wat hier lag. Dat ja, vind ik er wel leuk uitzien. Dus dit kan ik dan weer gebruiken voor een ander project. En dan pak ik nu de groene Peeled Paint. Kijk hoe die uitpakt. Ja, ik moet volgende keer echt de Memento inkt goed laten drogen. Dat heb ik nu niet gedaan. Want ja. Beetje ongeduldig misschien. Ik vind op zich wel mooie kleuren. Maar ik weet niet of ik heel tevreden ben met de kleurencombi. Want ik hou juist van het, ja, hoe noem je dat? Vibrant, een beetje felle kleuren. Dit lijkt echt een beetje vies, hè? Ik leg het even weg en dan denk ik erover na, want ja, meestal als je het even over twijfelt en achteraf, of terwijl je het doet, iets anders wil, dat kan altijd natuurlijk, want het is je eigen ding. Maar ja, ik ga toch even een andere kleur zoeken in combinatie met de paars, want die paars vind ik wel heel mooi. Oké, tot zo. Nou, terwijl ik zocht naar een andere kleur, het is mustard seed geworden, bedacht ik me... waarom kleur ik het kaartje niet eerst en dan pas stempel ik die achtergrond erop. Dus dat ga ik nu doen. Weet je, van fouten leer je, zeggen ze wel eens. Ze, wie zijn ze? Ja, mensen om je heen. Oké, ik ga het gewoon nog een keer doen. Beetje water. En dan het kaartje erop. Kijk. Het ziet er best leuk uit al. Even drogen. Ik droog het dus ook vaak tussen de laagjes door. Want kijk, nu heb ik dit dus gedroogd. En dan doe ik het eigenlijk weer in datzelfde, in diezelfde kleur. En soms krijg je dan een andere soort, kijk, een soort, ja, ik weet niet, een soort andere tekening. Dat vind ik heel mooi. Maakt het lekker onvoorspelbaar, maar wel extra, ja, ik weet niet, kunstig of zo. Zo, dan pak ik nu de gele kleur. Ik hoop dat die zo fel is als die hieruit ziet. Oh ja, dit vind ik wel een mooiere kleur dan dit. Een mooiere combinatie. Ik ga iets meer water erbij doen. Niet te veel. Ik ga dat paarse van die violet weer weg. Misschien moet ik het langer laten drogen. Ik heb geen idee. Dus ik gebruik deze Distress inks niet zoveel. Oxide inks niet zo heel vaak. En nou ja, dat zie je. Ik weet niet of het een goed idee is, maar ik ga er een derde kleur bij doen. De peacock verder. Deze heb ik sinds 2008. Dus ja, eens kijken hoe goed die het doet. Ja, ik weet het niet. Ik moet het echt beter laten
drogen, de inkt die hierop zit. Want ik zie gewoon dat het mengt met wat erop zit. Je kan hier ook zien dat gele. En dat vind ik eigenlijk niet zo mooi, maar het ziet er al iets beter uit. Ik ga nu gewoon die klokjes erop stempelen. En dan zien we gewoon aan het einde hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Kijk, ik heb het nu dus... Hier is het gele, die piek ook verder en de paarse. En zo naast elkaar zijn ze heel mooi, vind ik. Maar omdat het hier dus mengt, is het niet zo mooi. Dus ik zat te denken, als ik het nou... Wat ik dus eigenlijk zo net bedacht van, misschien is dat een idee. Om een stukje plastic aan te brengen en dan... andersom, zeg maar, op het kaarsje te doen. Dus ik ga dat even proberen en dan kijken hoe dat, hoe dat eruit komt te zien. Poging 3. Kijk, dit is gewoon een stukje papier. Hier heeft een snijmal in gezeten. En ik dacht, als ik nou bijvoorbeeld dit doe... dit nat maak. En dan vanaf het plastic hierop doe, dan heb ik veel meer controle erover waar het komt. Zo, dan kan ik nu deze mustard seed gebruiken. Een beetje water. En dan kan ik het zelf, zeg maar, plaatsen waar ik het wil. Ja, dit is een stuk beter, vind ik. Even drogen. En nu zit ik even te twijfelen of ik deze er nog wel bij wil. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Past wel, toch? Ik ga het gewoon proberen. Nou, en dan wordt dit het. Ik vind het toch wel, ik bedoel, ik vind het juist wel leuk dat je als verrassing, zeg maar, als je het zo om doet, de verrassing wat eruit komt. Maar ja, dan heb je dus echt de verrassing dat je niet weet wat eruit komt. Dus dit vind ik wel veel meer gecontroleerder. En dit ga ik gewoon ergens anders voor gebruiken. En nu ga ik weer die, waar zijn ze? Oh, hier. De klokjes stempelen. Want deze heb ik eigenlijk nog niet gebruikt in een van mijn projecten. Dus dit wordt eigenlijk de eerste keer best wel slecht als je gezien dat het een kerstklok is. Maar goed. Wat zeggen ze ook alweer? Beter ooit dan te laat of zoiets? Oké. Okay. Ik ga het even proberen kijken of ik het net zo kan stempelen als dit. Want ik vind dit wel een mooi design. Dus het is echt een beetje gokken of het op de juiste plek komt. Dus iets te dichtbij, maar ja. Het blijft natuurlijk een beetje de verrassing met houten stempels. Want je kan niet precies zien waar je stempelt. Maar ik vind, het ligt gewoon veel makkelijker in de hand. En je hebt dat, kleerblokje niet nodig. Dus eigenlijk vind ik dit toch wel, houten stempel, het heeft gewoon iets. Oké, dan doe ik nu dit stempeltje ook weer. Ik weet niet waar die gestopt is, maar... Ik heb een geel stukje draad gepakt. Waar is hier het begin? Oh, hier. Dan knip ik gewoon een stukje vanaf. En dan trek ik het eigenlijk zo uit elkaar. Zodat je meer structuur krijgt in de artist trading card. En die doe ik eigenlijk een beetje random. Plak ik het zo erachter. Maar ik doe eerst die vleugeltjes, zodat ik weet dat die vleugeltjes goed vastzitten. Is toch schattig? Oké. Dus dat doe ik gewoon een beetje zo. Ik vind het wel leuk zo eigenlijk. Oh ja, en wat ik ook meestal doe is een kader maken met de zwarte Posca. Dit is de, even kijken, 0,7 mm. En eigenlijk trek ik het gewoon, soms doe ik het met een liniaal, maar het is eigenlijk wel goed dat ik het nu allemaal deze verschillende soorten dingen test, want ik wil er ook een reel van maken voor op Instagram. Volg je me daar nog niet, kijk dan op apenstaartje Neskowitz. Of hoef je apenstaartje niet erbij te zeggen. Ik weet het niet. In ieder geval op Instagram vind je me op Neskowitz. Ook net zoals mijn YouTube kanaal naam. En
daar post ik eigenlijk veel vaker kaartjes die ik al heb gemaakt. Pagina's van een Round Robin boekje, art journals en soms wat persoonlijks. En toen dacht ik dat het misschien nog wel leuk is om een tekst erbij te doen. En op het setje van All in Create staat hier Let Your Dreams Be Your Wings. Dat vind ik wel een leuke. Oh, ik bedenk opeens. Ik vind dat hij dat poppetje wat klein, ver naar beneden is. Maar ik kan natuurlijk dit hierboven zetten. En dan dit omlijnen. Als het ware het erop staat, zeg maar. Dan moet ik wel een iets grijzere stift hebben dan dit. Want ik wil dat het een beetje lijkt op de inkt waarmee ik... Oh, ik weet wat. Ik doe gewoon zo. Dan is het dezelfde kleur. Ja, ik ga het zo doen. En dan dit kan ik dan nog iets meer uitbreiden. Zelfs naar de onderkant. Ik heb bewust geen lijm achter de vleugels gedaan, want ja, je ziet het er dan doorheen. Dat vind ik niet mooi. En het is eigenlijk wel, vind ik eigenlijk wel leuk dat je zo een beetje ja, nog meer structuur krijgt in de artistening card. Dus dit is hem geworden. Wat ik nu eigenlijk wel een beetje mis zijn de zwarte spetters die ik meestal... als finishing touch doe. Maar ik denk dat ik het in dit geval zo laat. Nou, vond je het een leuke video? Druk dan een duimpje omhoog. En vond je het niet zo'n leuke video? Laat me dan weten in de reacties waarom je het niet een leuke video vond. Misschien kan ik wat doen, misschien ook weer niet. En hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag!